deze video 3 tips om namen te onthouden. Eerste tip is, neem echt even de tijd. Als je meerdere mensen gaat ontmoeten die dag, stel voor het is je eerste dag op werk, je komt de kamer in, er zijn 5 mensen, zorg ervoor dat je het niet allemaal te snel afgaat. Maar bij de eerste persoon die je tegenkomt, dat is Joost, neem even 5 seconden de tijd om bij Joost stil te staan. Dan slaan je hersenen tenminste op. De tweede tip is eigenlijk een tip die je waarschijnlijk al eerder hebt gehoord, maar dit is echt fucking de basis. Herhaal de naam bij het voorstellen. Klinkt super suf, is het ook, werkt als een tierenlier. Bij voorkeur hardop. En dat is best wel raar, maar dat werkt heel goed. Aangenaam Jorg, mijn naam is Mark. Hey Mark, leuk je ontmoeten. Super simpel, super suf. In het begin moet je waarschijnlijk even een drempeltje over, maar dit werkt mega goed. Derde tip is, als je naam hoort, denk er een beeld bij. Klopt. Wat heel goed werkt, bijvoorbeeld als je Henk leert kennen, Henk klinkt als Tank. Tank. Ben wordt de Big Ben in Londen. Super raar, maar als je daar een plaatje van maakt, is het voor je hersenen veel makkelijker om dat te onthouden. Mark is Vondelpark. Super raar, het werkt. Jorg is? Ja, dat is het lastige dus. Sommige namen, dat kan dus niet altijd. En sommige namen zijn moeilijker te verbeelden. Maar bij Jorg heb ik Jorg als persoon genomen. Dus elke nieuwe Jorg die ik leer kennen, zie ik jou. Ah, ja. Onder de tatoeages. Dus de nieuwe persoon, hoe die er ook uitziet, vol met tattoos. Werkt onwijs goed. Dit zijn onze 3 tips hoe je het beste een naam kan onthouden. Als je hiermee gaat spelen, zouden wij het super leuk vinden om iets erover te horen onder in de comments. Ciao.